ze niet door kunnen, moet je mijn zaak maar even aanspreken. Ik heb ze net. Wat gaan ze nou? Ja, wat gebeurt er allemaal? Ja, ze gaan weer iets doen. Ja, ze zijn er wel niet bij. The other side of the glass. We are now in the Netherlands. We are developing personal freedom, and Young Autonome is a part of that process. So, Zwolle, Netherlands, the circle. Expositieruimtes voor Zwolse kunstenaars.
Ik heb daar dat rond kerstmis iets over gezegd. Ik heb gezegd van, wellicht ligt het aan de culturele sector, wellicht ligt het aan de gemeente, dat er onvoldoende ruimte voor is. Maar het ligt ook wel enigszins aan de kunstsector zelf, aan de kunstenaar zelf. Ook daarvan mag je ondernemerschap vragen, ook daarvan mag je vragen dat ze de kansen die er wel liggen ook gebruiken. En ik denk dat de stichting JAAR, Jong Autonoom, dat die in feite dat ondernemerschap getoond hebben, de kansen die er lagen hebben benut, die er prachtige expositieruimtes hebben ingericht, ook om hun eigen werk tentoonstelling. En daarvoor wil ik jullie, hartelijk feliciteren. Ik wil de bezoekers heel veel kijkplezier toewensen en vooral ook veel inspiratie voor wellicht jezelf, maar wellicht ook voor andere kunstuitingen. En daarmee spaar ik deze expositie, voor geopend. Gaan ze nou weer doen? Dat gewoon. Wat gaan ze nou weer doen? Ja, ja, ja. Wat gebeurt er al? Ja, ja. Ze gaan weer iets doen. Ja, ze zijn er wel weer bij. Ja, te kicken. Feestje. Even zien, ik ga zo.